Welkom! Friesland Campina maakt bekend over augustus de melkprijs stabiel te houden op een €35,75 per 100 kilogram melk. Het zal toch een kleine tegenvaller zijn voor melkveehouders die rekenen op iets meer, ook omdat de droogte nu toch wel echt ernstige vormen begint aan te nemen. Dit is dan ook een stabiele melkprijs met een verhaal. Zo geeft Friesland Campina aan de rekening mee te houden dat de referentiebedrijven de prijs stabiel houden. Nou, bijvoorbeeld Arla maakte al bekend de melkprijs wel te verhogen met een euro. En morgen wordt bekend wat DMK, DOC kaas gaan doen, of die verhogen of niet. Spieken we even naar de kaasmarkt, dan is die over juli behoorlijk grillig. Voor de helft van de maand slecht, voor de helft van de maand goed. Maar voor augustus lijken er wel degelijk hogere prijzen mogelijk te zijn. Dus nu is even de vraag, wat gaat die DMK doen? Speelt hij een beetje in op de emotie bij de veehouders? Want ook in delen van Duitsland is het erg droog en nemen de zorgen toe en verhoogt hij. Of doet hij net zoals Friesland Campina rustig aan en houdt de melkprijs stabiel? We gaan in ieder geval een interessante periode tegemoet waar misschien nog wat mogelijk is in de melkprijs.